Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Smoothie.nl voor uw smoothiefiets, Mari Zwembaden en Wellness Swansum en Jong Leren Eten Limburg. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Dit prachtige grote beeld van 38 meter hoog kijkt uit over de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Weten jullie welke persoon dit is achter me? Jezus, wat een moeilijke vraag. De kinderen van basisschool De Mussenberg uit Hoorn beleefden een activiteit in het teken van gezonde voeding. Ze gingen vol plezier aan de slag met een zintuigenquiz, een groentequiz en ze maakten zelf een gezonde komkommersalade. Smullen dus! De meiden van voetbalvereniging SVC 2000 in Roermond gingen weer op bezoek bij de bewoners van zorginstelling Roncalli. Uiteraard in het teken van de buitenspelval. Ouderen mogen niet buitenspel staan. Het was een avondje oud-Hollandse spelen. Samen spelen, samen lachen en samen drinken. Wat een magische avond weer. Ook dit jaar zetten de kinderen weer hun beste beentje voor in de scholenchallenge. In het prachtige aardbeienland, het gezondste land van de wereld, zijn er maar liefst 3 uitdagingen te overwinnen. 1. Beat the rope, oftewel touwklimmen. 2. Cornhole, wie gooit het zakje door het gat. En 3. Een heuse obstakelrun met vele hindernissen. Wie wordt de opvolger van basisschool De Triolier uit Reuver? Wie wint de nieuwe scholenchallenge? Basisschool De Ezelsbrug uit Zevenen mag deze keer aantreden in onze loodzware scholenchallenge. Deze 3 toppers staan klaar voor Beat the Rope, oftewel zo snel mogelijk omhoog klauteren. Here we go! En dat gaat goed! Alle 3 gaan ze rap omhoog! Al aangetikt en dat zorgt voor maar liefst 27 bonusseconden. Een zeer goede start. Op naar onderdeel 2, Cornhole. Wie gooit het zakje in het gat en verdient nog meer bonusseconden? Nummer 1 gooit te kort. Nummer 2 concentreert zich en... Hoppa! 5 bonusseconden. Nummer 3 mikt en... Net niet, pech. Nummer 4 dan. Iets te kort. En nummer 5 gooit. Ja, nee, toch niet. Net niet. Het blijven 5 bonusseconden. In totaal 32 bonusseconden. Op naar onderdeel 3. De obstakelrun. En deze dappere strijders hangen al in de touwen. We gaan beginnen. Wat gebeurt hier? Nummer 1 kruipt niet voorzichtig omlaag. Hij loopt gewoon omlaag. Geweldig! En supersnel! Nummer 2 door de touwen op zoek naar nummer 3. Gevonden! Nummer 3 over de balk naar nummer 4. Ze gaan supersnel. Nummer 4 doet aan speeddansen door de banden. En dan zijn we alweer bij nummer 5. Zij gaat het gevecht met de touwen aan. Goed zo! Ja, ook dit gevecht wordt gewonnen. Nummer 6 mag over de paaltjes, maar oei! Hij raakt de grond. 5 strafseconden. Hij herstelt zich gelukkig supersnel. Nummer 7 op weg naar de bel. En die weg verloopt via slingerende banden. Ook zij is superhandig. En snel. En daar is de bel. Yes! Wat een tijd! 79 seconden is echt ongelooflijk snel. Daarbij nog 5 strafseconden...
is 84 seconden minus de 32 bonus seconden. Een eindtijd van 52 seconden. 52 seconden! Basisschool De Ezelsbrug is de nieuwe koploper in onze scholenchallenge. Proficiat! Maar blijven ze koploper? We gaan het zien in de volgende afleveringen. Welkom allemaal. In het kader van jong leren eten ga ik vandaag aan de slag met een lekkere hangop met granaatappel. En een hangop die kan je eten als ontbijt of lunch, maar die kan ook zeker als een dessert. Dus dat is zeker weten een aanrader. En in die trant ga ik hem vandaag voor jullie maken. Ik heb alvast een zeef gepakt en een pan en een handdoek. En die handdoek heb ik een beetje in het midden wat nat gemaakt. Die leg ik dan in het midden van de pan, het natte gedeelte. En dan pak ik de yoghurt. En die giet ik gewoon in de handdoek. En dan wikkel ik hem op. Je zou ervoor kunnen kiezen dat je hier een touwtje doet knopen en hem ophangt. Maar dat hoeft in principe niet per se. Zo, dan ga ik er een nachtje over slapen. Want hij moet 24 uur blijven staan. Dus dan zie ik jullie morgen. 24 hours later. Zo, de hangop heeft een dag in de koelkast gestaan. Dus dan kunnen we gaan beginnen met het snijden van de granaatappel. Die kan in de lengte door de midden. Zo. En dan leg ik hem op zijn kop. En ga ik met de achterkant van de lepel erop slaan. Soms een beetje kneuzen. Dan kun je al die vruchtjes eruit halen. Zo, het witte in de granaatappel is heel bitter, dus dat haal ik eruit. En de vruchtvleesjes, die bewaar ik. Zo, een klein beetje is niet erg. Dat doe ik alvast apart in mijn bakje. Dan gaan we de hangop handdoek openvouwen. En dan kan je zien dat het overtollige vocht uit de yoghurt weg is. En dat maakt de yoghurt heel smeuïg. En dit doe ik in een kommetje. Dan kunnen de granaatappels er ook bijgelegd worden. Mooi in de zijkant en een klein beetje eroverheen. Zo. En dan pak nog een takje munt. En dan is het gerechtje klaar. Dat is de hangop met granaatappel. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En tot de volgende keer. Het antwoord is natuurlijk Jezus Christus. Hij staat op een berg van 710 meter hoog en waakt over de stad Rio de Janeiro. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerngezond TV. Ik vervolg mijn reis en ik zie jullie de volgende keer weer. Hoi! Kerngezond TV is powered by Marie Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.